In deze video willen we een demonstratie geven van een tablatuurliedje. En dat is het liedje Het Kuikentje Piept. En dat is nummer 11.8 uit Vioolwereld deel 1. Ik ben Nico de Zeer en dit is Matthijs. En Matthijs, zou jij het liedje eens op de aasnaar kunnen spelen? Zet even de vingers goed op de aasnaar. Ja. Nou, spelen maar. Oké. Nou, het leuke is dat je dat liedje op vier snaren kan doen, zoals je al eerdere liedjes uit het boek hebt gedaan. En dat leer je in de volgende les. Het kuikentje piept op alle snaren. En dat laat ik je even horen. Dus ik speel eventjes met de meespeel MP3 mee. Moet je even luisteren hoe het in elkaar zit? Is goed. Of er nog een stukje tussendoor of vooraf zit. Kijk maar eens. Nou, als je een paar keer thuis nog een keer luistert naar het voorbeeld en dan probeer je eens mee te spelen uiteindelijk met die meesterversie. Oké? Gaan we dat volgende week doen. Zo Matthijs, gaan we 12.7 doen. Is het gelukt thuis? Ja. Ja? Oké, dan pakken we gewoon de meesterversie van de MP3. Doe ik een stukje met je mee en als het goed gaat, dan laat ik jou verder spelen. Goed? Komt-ie. Op de E beginnen, hè? Ja. Oké. Ik heb ook nog een versie voor twee violen. Dat kunnen we nog een keer doen? Ja, dan tel ik af. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Het zou.